Een goede middag allemaal. Jullie zien de naam van Harm van Wijk staan, maar een aantal mensen zie ik al in de als participants voorbij komen. Dus die weten dat ik niet Harm van Wijk ben. Mijn naam is Menko Sveep. En ik heb de rol van Harm even tijdelijk overgenomen als moderator. We gaan het vandaag hebben over het handelsplatform, het Trader Workstation van Maxim. En ik ben even naar Raoul aan het kijken. Eens even kijken. Die zie ik staan. En aangezien dit de tweede keer is dat ik die rol van Harm overneem, moet ik even kijken hoe ik dat ook alweer precies deed. Even kijken, Raoul. Ik kan jou niet promoten naar... Misschien wel naar panelist. Even kijken. Ja, ik denk dat het zo goed gaat. En als het goed is, moet jij dan ook hier binnenkomen. Ik zie een aantal bekende namen. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. Ik zie Rick. Vandaag toevallig nog contact gehad over optiebeleggen. Hartstikke leuk. Ruud is er. Liang is er. Joop is er. Meneer of mevrouw C. Waard. Ik zie een aantal dames staan. Lieve... En andere zaken, andere mensen. Goedemorgen. Ja, Raoul is er ook. Welkom, yes, Raoul. Het is gelukt. Goedemorgen, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Ja, we gaan is je gelukt? Ja, was makkelijk om binnen te komen? Ja hoor, ja, dat ging prima. Net als anders eigenlijk, ja. Nou, mooi zo. Goed, nou dan. Harm heeft wel een klein stukje uitleg gegeven vanuit Amerika. Wel geteld 30 seconden. En toen zei ze, nou ja, het spreekt eigenlijk allemaal voor zichzelf. En dat doet het uiteindelijk natuurlijk ook wel. Maar het zijn toch altijd een aantal knopjes die je dan juist moet inschakelen. Eens even kijken. Voor de mensen die nu al binnen zijn. Op het moment dat je zometeen een vraag hebt voor ofwel mijzelf. Want ik zal het eerste gedeelte van de presentatie voor mijn rekening nemen. Ofwel voor Raoul, die het tweede gedeelte voor zijn rekening neemt. Wil je die vraag dan stellen in de chat? Ik zie al dat Raoul daar iets ingeschreven heeft. Ruud, die heeft al ons allemaal een goede middag gewenst. Nou, van hetzelfde Ruud. En ik heb er zelf ook iets ingeschreven. En als je dan naar de chat gaat, of je dan het vinkje everyone wil aan vinken. Want dan komt die vraag voor iedereen in beeld. En dan kan ofwel Raoul, ofwel ik... kan ofwel jou meteen een antwoord geven op de vraag, ofwel de vraag gaan stellen. En dan loopt het ook een stukje interactief door. Ja, dat is leuk inderdaad. Hartstikke leuk dat jij er ook bent. Er stromen nog telkens mensen binnen, dus ik stel even voor, Raoul, dat we nog een paar minuutjes wachten. Ja. Officieel is het zo dat we natuurlijk om 12 uur mogen starten en eigenlijk ook het liefst om 1 uur moeten stoppen. Dan is het ook de lunchpauze voor de meeste mensen voorbij. En dan is het echt een lunchwebinar geworden. Even voor de mensen die het leuk vinden. Je kunt natuurlijk nu alvast je Trader Workstation opstarten. En dat je het eigenlijk de stappen live mee probeert te doen. Start hem wel op in een demo of paper trading account. Want mocht je een fout maken, dan wil je natuurlijk geen echte trade plaatsen. Maar dan kun je het gelijk meedoen eigenlijk. Dat is vaak wel leuk. Ja, zeker. En dat als het goed is, zien jullie op dit moment mijn account bij Maxim, mijn PaperTrade account. Daar zal ik zo meteen ook iets over zeggen, wat de verschillen zijn tussen het PaperTrade account en het echte account. We gaan het vandaag hebben over het Trader Workstation, het handelsplatform van Maxim. We gaan ook even uitleggen waarom wij daar enthousiast over zijn en waarom we daar ook partner van zijn. Hoe dat allemaal gekomen is en gedaan is, maar ook met name natuurlijk hoe je die orders inlegt. En dan zal ik het eerste gedeelte voor mijn rekening nemen over de iets meer simpele orders. Hè, dat is ook mij iets meer toevertrouwd. En op het moment dat de slimmere mensen aan bod komen, Raoul in dit geval, die gaat dan meer de ingewikkelde constructies voor zijn rekening nemen. Zodat je eigenlijk volledig geïnformeerd bent wat exact de mogelijkheden zijn. En daar willen we je een stukje inspiratie voor geven om dat ook dan zelf ter hand te nemen. En er zijn ook gewoon veel mogelijkheden. Trader Workstation biedt gewoon veel mogelijkheden. En dat is natuurlijk krachtig en bruikbaar enerzijds. Maar het kan ook wat overweldigend zijn als je bijvoorbeeld komt van Bink of wat platform wat minder mogelijkheden biedt. Dus ja, mogelijkheden zijn altijd leuk, maar je moet het wel even weten te overzien. Ja, klopt inderdaad.
Zijn er op dit moment al mensen die een specifieke vraag hebben over Maxim of over het ingeven van orders of over het handelsplatform? Stel die dan even alvast in de chat, hè, dan kunnen we daar ook op inspelen. We proberen dit webinar ook interactief te maken. Hè. Dus stel die vragen, maak daar ook gebruik van die mogelijkheid. En gaat misschien toch een en ander te snel, dan kan ik je altijd verwijzen naar de website van Harm van Wijk, mijn.belegger.com. En dit webinar wordt dus ook opgenomen en staat dus in het kopje agenda. Daar wordt de vooraankondiging wordt altijd gemaakt. Maar daar wordt ook dit webinar dan geplaatst op het moment dat het geëindigd is. Dus dan kun je altijd nog eens een keer terugkijken als misschien er toch even iets te snel gegaan is. Eens even kijken, Raoul. Want ik denk dat ik het zo doe. Want er komen nog weliswaar wat mensen binnen. Maar ik ga eventjes vertellen wie we zijn en wat we doen. Even een officieel welkom. Hè? Welkom alle deelnemers van dit platform. Mijn naam is Menko Zweep, ondanks dat er hier bij jullie staat Harm van Wijk. Maar zoals de meeste mensen misschien weten, hij is op een cursus in Amerika, dus hij gaat daar zijn kennis verbreden. En ik verzorg dit webinar samen met Raoul Suurmeijer. En wij hebben samen, met z'n drie eigenlijk, samen met Dennis Fransen, hebben wij de website Traders Vergelijken gemaakt. En dan zie je hier ook staan dat, als ik naar beneden toe ga, dan zie je dus hier staan dat Raoul zijn systeem heet Greed & Fear. En je ziet hier drie systemen van mij staan. En daar komen we nu vanaf 1 oktober eigenlijk gaan we elke maand ook een nieuwe trader met zijn systeem hier plaatsen. En wat is nou Traders Vergelijken? Nou, eigenlijk is Traders Vergelijken precies datgene wat de naam ook zegt. Op de website worden de systemen van de verschillende traders vergeleken en hun rendementen worden daar ook getoond. Nou, even om een idee te geven, ik zal maar meteen, omdat ik nu toch in de lead ben, meteen naar mijn eigen, een van mijn drie systemen gaan, Opsiebeleggen KT. En daar zie je dus staan dat je een belegvermogen van 10.000 euro nodig hebt om dit systeem te volgen. Dan wordt een kleine uitleg gegeven wat ik nu precies doe. Maar je ziet hier ook exacte rendementen staan van elke maand. En het leuke vind ik zelf dat ik nu een 18e maand achter elkaar winstgevend ben geweest. En dat, dat vind ik ook hartstikke leuk voor mijzelf, want ik volg het systeem natuurlijk zelf ook. Maar ben je ook voor mijn volgers. Nou, hoe kun je dit systeem nu volgen? Dat is het leuke. Dat gebeurt door middel van autotraden. En autotraden betekent eigenlijk niets meer of minder dan dat je een signaal krijgt en dat je automatisch de transactie die ik verricht ook in jouw portefeuille wordt uitgevoerd. Dat klinkt ingewikkeld, maar dat, daar hebben we geleerde mensen voor, namelijk Dennis en Raoul, die hebben die koppelingen gemaakt. We zijn gestart met de koppeling bij Bingbank. En pas recentelijk, afgelopen maandag, is de koppeling met Maxim gereed gekomen. En wat betekent nu eigenlijk? Stel nu voor dat ik vandaag een transactie ga doen bij Opsiebeleggen KT. Dan krijg jij een sms'je. En daar staat exact de details van die transactie staan erin. Op het moment dat je daar op drukt, dan kom je in het vervolgtraject. En dan krijg je twee knoppen te zien. Of je wil dezelfde transactie doen als ik, dan druk je op accepteren. En als je daar geen vertrouwen in hebt, dat je zegt, nou, Menko ziet het toch verkeerd, of ik heb daar een andere visie over, dan druk je op de andere knop en dan druk je op afwijzen. Nou, 99 van de 100 mensen die volgen mijn systeem om exact 1-op-1 hetzelfde resultaat te maken als ik zelf. Dus iedereen drukt op de knop accepteren. En dan wordt die order in jouw eigen bankrekening, of bij jouw eigen bankrekening bij Maxim, wordt automatisch ook uitgevoerd. Dat is het leuke van dit systeem. Dus het auto-trade systeem bij Traders Vergelijken. Nou, de vraag is natuurlijk, waarom hebben wij voor Maxim gekozen? Want we zijn in eerste instantie zijn we gestart met Bingbank. Dat ging ook allemaal een stuk makkelijker om die koppeling voor elkaar te krijgen. Maar wij zijn toen in contact gekomen met natuurlijk ook Harm van Wijk. Maar ook met het onderzoek wat hij gedaan heeft naar brokers. Nou, daar kwam eigenlijk Maxim als beste broker uit. Een scala van redenen heeft Harm gevonden waarom Maxim daar als beste broker uitkwam. Maar
voor mij persoonlijk, voor mij, gelden eigenlijk twee redenen waarom wij voor Maxim gekozen hebben. Op de eerste plaats de transactiekosten. Die zijn bij Maxim laag. Op het moment dat je een optie op de AEX koopt of verkoopt, dan betaal ik €1,31 voor die transactie. Hè? Dus de transactiekosten zijn aan de lage kant. Nou, dan krijg je meteen waarschijnlijk de opmerking, nou, er zijn ook nog wel brokers te vinden die een nog lager tarief hanteren. Nou ja, dat kan. Maar dan kom ik nu op mijn tweede punt. We zijn natuurlijk gestart met Bingbank en daar betaal ik de 1,75 voor een AEX-optie. En van daaruit zijn we overgestapt naar Maxim, €1,31 voor een optie. Maar er was nog ook een tweede punt, wat voor mij heel erg belangrijk was. Op het moment dat ik een optie verkoop op de AEX-index, dan vereist dat een margin-verplichtingen. Ik heb vroeger bij een vermogensbeheerder gewerkt, wij noemen dat een margin-verplichting. Dat werd anders uitgesproken, maar het is dus een margin-verplichting op het moment dat jij een call of een put-optie op de AEX verkoopt of zelfs schrijft. Elke broker hanteert die margin-verplichting, maar het is eigenlijk ook wel een heel raar iets, want elke broker hanteert ook een eigen berekeningssystematiek van die margin-verplichting. Om een idee te geven, bij Bingbank wordt op het moment dat ik een call- en put-optie op de AEX verkocht heb, dus geschreven heb, wordt zo'n beetje €7500 aan margin-verplichting gereserveerd. Dus die €7500 gaat ten koste van jouw vrije bestedingsruimte. Dat is eigenlijk een soort borgstelling die de Bingbank dan wil hebben om die positie aan te mogen gaan. Bij Maxim wordt geen €7500 geparkeerd als marginverplichting, maar €5600 wordt daarbij gereserveerd. Dus je hebt beduidend minder krediet nodig, hè? Dus eigenlijk marginverplichting wordt er gesteld vanuit Maxim. Dus ik vertelde, er zijn twee redenen. De lagere kosten bij Maxim hebben ons toe bewogen om met Maxim contact te zoeken. En die lagere marginverplichting, die was voor ons belangrijk. En Harm heeft in zijn onderzoek nog veel meer redenen onderzocht om Maxim tot de beste broker uit te roepen. Nou, die twee redenen waren voor mij belangrijk. Nou, je krijgt op een gegeven moment dan te maken met het Trader Workstation van Maxim. Even nog voor alle duidelijkheid. Dit is bij Maxim is het zo dat je de mogelijkheid hebt om een paper trade account te openen. Dus je hebt je eigen rekening, daar staat je eigen vermogen op. Daar kun je mee beleggen en elke transactie die je daarmee doet, dat is dus met echt geld. Maar bij Maxim is ook de mogelijkheid om een paper trade account te openen. Dan zie je hier bovenin, dan zeggen ze hier ook, this is not a brokerage account, this is a paper trade account voor simulated trading. Oftewel, je kunt hier in dat paper trade account heb jij de beschikking gekregen over €1 miljoen. Nogmaals, niet daadwerkelijk, maar gewoon het feit dat dat op dat paper trade account gaat. En dat zorgt ervoor dat jij allerlei transacties kan verrichten die jij wil. En dan kun je dus ook precies traceren wat de effecten zijn van die transactie. Nou, voor het kopen en verkopen van aandelen is dat heel makkelijk iets. Stel nu eens voor dat ik naar KPN ga. En je ziet, ik heb hier 100 stuks KPN heb ik in mijn portefeuille. En ik zeg, ik wil zo'n aandeel, wil ik eens extra aandelen gaan kopen. Dat kun je op twee manieren doen. Ik ga hier op KPN staan. De eerste methode is dat je hier linksboven in de hoek gaat en dan ga je naar het tabbladje order. En dan komt meteen een pop-up scherm komt tevoorschijn. Even kijken. En dan zegt hij, ja, ik wil hier het aandeel KPN. Ik zeg, nou, ik wil de outstanding quantity is 100. Maar ik wil er, bijvoorbeeld, wil ik er 400 bij kopen. Dat zou willen. Hè? Als ik dat wilde, hè, dan kan ik dat zeker in dat paper trade account. Kost mij geen daadwerkelijk geld. Is allemaal fictief. Wat ik normaal gesproken niet doe, is een market order ingeven. Je ziet hier staan de twee zaken. Eigenlijk de twee belangrijkste staan meteen bovenaan. LMT staat voor een limiet order. En MKT staat voor market order, ofwel een business order. Wat ik normaal gesproken nooit doe, zeker niet met opties, is een market order opgeven. Ik geef altijd een limiet order in. Dus maar bij het paper trade account van Maxim is er één nadeeltje.
De koersen zijn actueel, maar die lopen 15 minuten achter. Nou, om niet helemaal op te gaan zoeken wat exact de huidige koers is van KPN, geef ik deze order market in. Maakt voor aandelen ook niet zo heel erg veel uit, omdat de spread daartussen niet zo heel erg groot is. Goed, ik heb die order ingegeven. Je krijgt dan ook een berichtje. BOT van boord. Ik heb 400 stuks KPN gekocht. Die staan dus nu ook in mijn portefeuille. En je ziet ook meteen staan dat het aantal verhoogd is. Even kijken waar ze staan. Hè, dat is deze 500. Ik had er 100. Ik heb er dus nu 400 verkocht. 400 bijgekocht. Dus in zijn totaliteit heb ik nu 500 stuks KPN in mijn portefeuille. Dus nogmaals in mijn Papertrade account. Stel nu eens voor dat ik zeg, nou, ik heb eigenlijk toch een foutje gemaakt. Ik had eigenlijk geen 400 stuks erbij willen kopen. Maar ik had er 200 stuks bij willen kopen. Dus ik heb er eigenlijk, mijn aantal dat ik in portefeuille had willen hebben was 300. Nou, kan ik eigenlijk hetzelfde doen. Ik kan weer op order gaan staan. Let dan wel heel goed op, want dit beginscherm start altijd met de buy, die hier links bovenin staat. Dus op het moment dat jij iets wil gaan verkopen, dan druk je op het woordje sell. En dan zeg je, nou, ik had er eigenlijk 300 te veel. Of ik kan wel eigenlijk 300 hebben. Ik heb wel 200 te veel gekocht. Ik ga die eens weer verkopen. Ik druk op preview. Oh, wacht even. Daar gaat iets verkeerd. Nou, hij zegt dan meteen, nou, als dat niet goed gaat, dat je iets mist. Hè? Hier stond dus meteen in die limietorder. En die had ik niet ingevuld. En dan ziet hij, hè, dus ik zal het nog een keer laten zien, op preview. Die limietorder, als ik een limietorder zou willen geven, dan zegt het scherm ook, the price cannot be empty. Hè? Die limiet moet jij natuurlijk ook wel invullen. Nou, ik ga dan toch maar even terug naar mijn marketorder. Ik wil die 200 stukjes KPN meer verkopen. Ik, met een marketorder, een bestellingsorder, hoef je uiteraard geen limiet in te geven. Je drukt op het knopje preview. Dan krijg je altijd een pop-up schermpje te zien wat nou precies de consequentie is. Op het moment dat je hier links onderaan op override en transmit drukt, dan zul je zien dan dat die order uitgevoerd gaat worden. En je ziet dat die order dan totaal uitgevoerd wordt. Dat is ook logisch met een market order, oftewel met een business order. En dus zo zie je dan ook dat ik mijn 300 stuks hier in portefeuille heb. Dat was de eerste methode om een order uit te voeren. Dus nogmaals, om hier linksbovenin op order te drukken. En dan krijg je dus altijd dat, let op, hè, dat beginscherm met die buy. En op het moment dat je op iets wil verkopen, druk je op sell. Dat kan wel eens een keer fout gaan. Is bij mij ook wel eens een keer fout gegaan, dat ik even niet opgelet heb. En dan krijg je natuurlijk net een verkeerde positie in je portefeuille. Nou, stel nu eens voor dat ik het aandeel Lotus kleur, maar ik had ook het... Nou, laten we eens naar Adyen gaan, hè? Want hier heb ik heel veel stuks in portefeuille. Ik heb dat in de vorige keer in dit webinar daarin gehandeld. Hè? Dus nogmaals, fictief, Papertrade account, kan alles mee doen. Als ik nu Adyen is zeg, ik wil deze positie in mijn portefeuille is een beetje aan de grote kant. Ik wil eigenlijk 100 stuks Adyen in mijn portefeuille. Nou, nogmaals, ik kan dan naar order gaan en dan wil ik iets verkopen. Nogmaals, hij start altijd met buy. En dan druk je op sell en dan kun je dat op die manier doen. Maar er is ook een tweede methode. Op het moment dat je op de regel zelf staat en je drukt op je rechtermuisknop, wat ik dus nu doe, dan zie je hier een drietal tapjes staan, zou ik maar zeggen. Ofwel, je drukt op buy, je wil iets kopen. Ofwel, je drukt op sell, je wil iets verkopen. Of je wil de totale positie sluiten. Nou, dat wil ik niet. Ik wil niet, ik zal het even laten zien. Op het moment dat ik zeg, ik wil die positie in zijn totaliteit sluiten, dan staat hij uiteraard meteen op sell. Dus dat is een groot voordeel. Hij pakt ook meteen de totale aantallen posities, hè, de outstanding quantity, die 120 stuks die ik in portefeuille heb, die pakt hij. En dan zou je dus die order nogmaals op preview kunnen doen en dan uit kunnen voeren. Je moet wel eventjes een limietorder geven of een marketingorder. He, want anders krijg je daar weer die foutmelding te zien. En dan gaat hij. Maar ik had je gezegd, ik wil niet 120 stuks verkopen, maar ik wil er bijvoorbeeld eens 20 verkopen. He, ik wil er bijvoorbeeld nog
100 stuks in mijn portefeuille houden. Nou, op het moment dat ik dat wil, dus ik wil gedeeltelijk gaan verkopen, druk ik nog een keer via die tweede methode op mijn rechtermuisknop. Ik ga dan niet naar close, want dan pakt hij nogmaals de volledige positie, gaat hij dan sluiten, maar ik druk op sell. Het voordeel daarvan is dat natuurlijk dan wel in het pop-up scherm meteen sell komt te staan. Dus dat is dan ook wel weer het leuke van, dat je dan meteen, je kan de kans op een fout wordt steeds minder op het moment dat je specifieker aangeeft in het scherm wat jij wil. Nou, oké. Wat had ik gezegd? Ik wou er 100 hebben. Ik heb 120, dus ik ga er 20 verkopen. Dat doe ik op deze manier. Ik wil geen limiet geven. Normaal gesproken doe ik dat wel, maar eventjes hier, omdat die een kwartiertje achterloopt, geef ik een market order uit. En dan ga ik hier linksonder naar het woordje preview. Dan krijg ik dus weer dat pop-up scherm te zien. Dan gaat hij aangeven wat dat nou precies aan consequentie allemaal met zich meedraagt. Nou, ik wou dus 100 stuks in mijn portefeuille hebben. Ik ga er 20 verkopen. Staat hier ook nog eens een keertje, sell 20. En op het moment dat ik dan op override en transmit druk, dan zul je zien dat die order is uitgevoerd. En dan zie je hier 100 stuks in mijn portefeuille staan. Als je nu veel aan het handelen bent en je weet eigenlijk niet meer precies wat je gedaan hebt, dan zie je hier linksbovenin op het woordje trade log dat hij de hele tijd al mijn aandacht aan het vragen is van, joh, je hebt van alles en nog wat gedaan. Als je even wil kijken wat je nou precies hebt gedaan, dan kan ik op trade log drukken. Nou, op het moment dat ik dat doe, als het goed is dit te zien. Raoul, zou je even kunnen bevestigen dat mensen dit ook zien? Ik zie, dat hadden we vorige keer volgens mij ook, dat windowtje blijft dan verborgen. Oh ja, nou ik dacht dat het alleen bij mijn portefeuille was, maar dan is dat hier ook het geval, jammer genoeg. Okay, dan dus moet je dat windowtje haast weer apart share, maar dan moet je overstappen op share dat window, denk ik. Ja, eens even kijken of mij dat lukt, want dan ga ik opnieuw sharen. Hey, ja, kijk eens. Ja. Dat is hem. Ja, zo worden wij ook elke keer weer wijzer. Nou, we weten natuurlijk wel hoe het in het echt werkt, maar om dat ook op Zoom dan goed presenteerbaar te krijgen, dat is altijd even een gedoe. Nou, je ziet hier dan ook staan dat we een aantal transacties hebben gedaan, even om die laatste maar erbij te pakken. Ik heb sold, dus ik heb verkocht, 20 stukjes tegen deze prijs, €2760. Ja, het aandeel Adyen staat op een gigantische hoogte. Er staat ook een tijd bij. Er staat ook bij welke commissie je betaalt en dergelijke. Dus wat dat betreft krijg je een volledig transactieoverzicht van wat jij gedaan hebt bijvoorbeeld op die dag. Nou, dat is in wezen ook het principe hoe je aandelen kunt kopen en verkopen. Eén opmerking wil ik nog maken voordat ik het woord aan Raoul geef. We hebben het nu gehad over aandelen. Daar zie je gewoon de tickercode. Misschien moet ik eventjes weer terug naar mijn grote scherm. Want anders snapt Zoom dat niet. Even kijken, new share. Ik ga naar deze. We hebben dus nu gehandeld in het aandeel Adyen. En ik had wat KPN gekocht en verkocht. En Adyen verkocht en verkocht. Dus je ziet hier dan dat die in de portefeuille staan. Dit is mijn portefeuille. Op het moment dat je met opties wil gaan handelen, en met name op de AX-opties waar ik op handel, dan is dat wel even net iets anders als dat je dat bijvoorbeeld bij Bink gewend bent. Bij Bink Bank is het zo, en waarschijnlijk ook bij andere brokers, dat daar altijd de notatie AX wordt gehanteerd. Maar je ziet hier links al staan dat er EOE staat. Nou, EOE staat gewoon voor AX, maar dat is de internationale aanduiding. En op het moment dat jij een bepaalde optie wil gaan zoeken, dan druk jij de drie letters EOE in en je drukt op je enter-knop op je computer. En dan zie jij een pop-up scherm met futures, opties, warrants, gestructureerde producten, et cetera. Nou, ik wil naar opties toe. Even kijken. Ik weet niet, Harm, is dit wel te zien, dat optiescherm? Met verschillende opties? Ja, gek genoeg komt deze wel tevoorschijn.
Nou, dat doet hij dan goed. Nou, sommige mensen hebben wel eens een keer tegen mij gezegd van, joh, ik zie maar een beperkt aantal mogelijkheden. Nou, dat is ook logisch. Want op het moment dat jij de meest handelde of de meest dichtstbijstaande opties die worden genoteerd. Je ziet de oktoberserie, je ziet november en november. Maar op het moment dat je hier op more drukt, dan zie je dus een volledig palet tot en met december 2025 aan opties staan. Nou, stel nu eens voor dat ik bijvoorbeeld ik zal eens naar een positie gaan die ik zelf heb. Ik heb in de maartserie een put-optie staan. Ik weet niet of die toevallig de vorige keer ook al gebruikt heb. Maar stel nu eens voor, eens even kijken of ik daar vlotjes bij kan komen. Even kijken. Ik heb daar staan de put 600, dat is deze. Op het moment dat ik daar op druk, dan komt die in mijn grote scherm te staan. En dan kun je dus die zoekfunctie weer wegklikken. En dan zeg je, nou, die heb ik gevonden. En op het moment dat je moet dus wel op die regeling staan, op die maatsering staan. En dan kun je dus weer op twee manieren jouw order ingeven. Of je gaat linksbovenin naar order. Let erop, hij start altijd op buy. Maar ik wil eigenlijk die put-optie gaan verkopen. Dus dan heeft mijn voorkeur eigenlijk altijd om dat met de rechter muisknop te doen. En op het woordje sell te drukken. Hè, want dan gaat hij dan staat hij dus in één keer goed. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En op het moment dat ik ga eens kijken of ik dat met een limietorder zou kunnen gaan doen. Hij geeft altijd een range aan waar die optie ongeveer in noteert. Dus op het moment dat je iets wil gaan kopen of verkopen met opties, en jij drukt hier bijvoorbeeld 16 in, nou dan wijkt dat wel erg af van wat Maxim eigenlijk als rondom koers aangeeft. Nou, stel nu eens voor dat ik ga proberen om deze optie voor €6,40 te gaan verkopen. Nou, ik ga dan wederom naar preview. Ik ga altijd even kijken of het goed staat. Ik wil namelijk eentje verkopen tegen €6,40. Dat zie je hier ook staan. En de amount, dus dat levert mij dan €640 op. Ik ga naar override en transmit. Order filled. En dan zie je, dat is ook leuk, je ziet het trouwens ook staan, dat die order uitgevoerd is op €6,45. Dus ondanks dat je hem iets lager ingestoken hebt, ik zei nou, ik wil er minimaal €6,40 voor hebben, was blijkbaar de hoogste bieder op dat moment €6,45. Of de market maker was zo vriendelijk om die €5 aan mij te gunnen. Nou, je ziet hier dan ook staan, die put-optie is verkocht. Even kijken, ik had er blijkbaar de vorige keer, ik had er al 5 in portefeuille. Daar staan, dat heb ik waarschijnlijk de vorige keer al gedaan. Nou, ik ga naar mijn trade log toe. En dan zie ik inderdaad ook staan dat deze put verkocht is op €6,45. Dus nogmaals, op het moment dat je met aandelen aan het werken bent, dan kun je de tickercode gewoon gebruiken. Maar op het moment dat je opties op de AX aan het kopen of verkopen bent, dan moet je altijd de notatie EOE gebruiken. En dan kun je vanaf dat moment gaan zoeken welke optieorder jij precies wil gaan verhandelen. Minko, er komt een vraag tussendoor. Paul die vraagt, hoe kun je korter lopende opties selecteren? Bijvoorbeeld de weekopties. Dat scherm wat je net liet zien. We gaan dan ook weer terug naar de EOE. Want dat zijn allemaal opties op de AX. Of dan nu dagopties of weekopties of maandopties of meerjarige opties tot en met 2023 of 2025 zijn. Ik ga dan naar de EOE. Ik selecteer dan het vakje opties. Nou, moet ik zelf ook even gaan kijken, want ik ben daar niet zo'n voorstander van om die hele korte termijn opties te hanteren. Even kijken. Nou, we gaan in ieder geval naar more, want dan ga ik eens zoeken wat die dan precies is. En Paul wilde een weekoptie, hè? Weekoptie, ja. Bijvoorbeeld weekoptie, maar misschien als je een dagoptie vindt, dat die dat ook interessant vindt. Laten we eens beginnen met een
dag op zie. Even kijken, even kijken waar die dan staat. Dit is in ieder geval de. Dit is de. Even kijken, dit is de normale expiratiedatum. Dus even kijken. Ja. Hey, dat is een hele goede vraag. Nou, het is niet voor niets dat ik niet een dagopties of een weekopties handel. Ik kan hem niet vinden. Even kijken, zit ik er zo naast te kijken? Nee, ik zie volgens mij alleen maar... Ik zou bijvoorbeeld natuurlijk de 1 oktober serie moeten zien staan. Want of hij zegt bijvoorbeeld die morgen afloopt, die van 24 september. Morgen is het vrijdag. Ja. Dat morgen een serie afloopt. Ik snap wat je bedoelt. Dus even kijken. Die zou hij natuurlijk ook gewoon moeten aangeven. Want ik zie nu hier alleen maar... Oh ja, nou, ik denk dat ik eigenlijk al weet wat het probleem is. Ik handel natuurlijk alleen maar in AX-opties in maanden. He, dus in mijn systeem handel ik altijd op de derde vrijdag van de maand, de optie-expiratiedatum. Ofwel korter dichtbij gelegen, dus dat is 1 maand, ofwel langere termijn opties. En dat heeft ermee te maken, ik heb daar mijn abonnement, mijn echte abonnement bij Maxim op afgesteld. Op het moment dat jij wil handelen in korter gelegen opties, dan denk ik dat jij een vinkje aan moet zetten bij korter termijn opties, dus inderdaad dag- of weekopties. En op het moment dat je dat in jouw echte account aangevinkt hebt, dan zal het ook zo zijn dat je dat ook in dit PaperTrade account krijgt. Dus dit PaperTrade account is eigenlijk een soort weerspiegeling van het echte account. Nogmaals, wel met 15 minuten speling, dus 15 minuten koersvertraging. En met, uiteraard, hè, dus niet met echt geld. Maar dat hangt wel samen met jouw echte account. Dat is volgens mij de reden hoe of van. Maar ik ga het voor de zekerheid ook eens navragen. Dus op het moment dat je mij een mailtje stuurt, bijvoorbeeld morgen of in de loop van volgende week, of via mijnpubbeleger.com of even op mijn website gaat, of aanmelden @optiebeleger.nl, dan zoek ik dat voor je uit en dan kan ik dat daar antwoord op geven. Maxim heeft trouwens, hè, dat is trouwens ook nog een reden, die heb ik niet verteld. Een extra reden om voor Maxim te kiezen is dat zij een Nederlandstalige helpdesk hebben. Dus je hoeft niet in het Engels uit te leggen wat je nou precies wil. Voor sommigen is dat geen probleem, voor anderen is dat wel een probleem. Maar bij Maxim word je altijd Nederlandstalig te woord gestaan. En dat praat ook voor de meeste mensen ook net weer iets makkelijker. Goed, dus die vraag ga ik in ieder geval voor je uitzoeken. Hoe het zit met dagopties en met weekopties. En daar kom ik op terug. Stuur me even een mailtje en dan ga ik dat voor je uitzoeken. En Raoul en ik geven 1 keer per maand dit webinar. Dus ook in de loop van volgende maand. Dan geven we eigenlijk weer inzichten over deze manier van handelen. En dan zal ik zorgen dat ik mijn antwoord ook paraat heb in ieder geval. Eens even kijken. Was me niet bekend. Was me niet bekend. Bij Bink is die optie wel direct zichtbaar. Ja, klopt. Ja, dat weet ik toevallig wel. Hè, want ik heb zelf ook een Bingbank account. Maar nogmaals, Paul, ik ga dat voor je uitzoeken. En als je mij even contact, dan zal ik dat bijvoorbeeld het antwoord morgen wel paraat hebben. Oké. Raoul, misschien dat ik het zo doe, want ik zie dat het ongeveer op half. Dat ongeveer half 1 is. Precies. Ja, precies. Nou, dat is eigenlijk weer netjes. soms lukt het wel, soms lukt het niet. Ik ben gestopt met het sharen van mijn scherm. Dus als jij jouw scherm wil uploaden. Want ik denk dat de meeste mensen in spanning zitten. Want die zeggen, nou, dit simpele gebeuren met Domenico, dat geloof ik wel. Maar nu willen we natuurlijk de iets meer ingewikkelde constructies laten zien. Kijk. Ja, wat je net zei, dat kan ook zijn, of suggereer je misschien ook wel, van bij Maxim heb je ook allemaal van die koersdata abonnementen. Hè? Je kunt heel precies je behoefte aangeven en daar betaal je dan voor. Maar je betaalt ook alleen dat voor wat je wilt. Hè? Dus het kan best zijn dat jij inderdaad gezegd hebt, ik hoef geen weekopties te hebben, want daar handel ik nooit in. Ja. Dus dat kan een hele goede verklaring zijn waarom je dat net niet zag. Ja, dat klopt, Raoul. Maar ik vind het eigenlijk toch vreemd, want bij Bingbank heb ik ook gewoon een account.
Een ProTrader account. Oh ja, dat zou misschien natuurlijk een allesomvattend iets zijn. Ja, er zit gewoon alles in wat, ja, je, wat ze aanbieden. Ja, dat zou inderdaad kunnen. Maar Paul, ik kom nog terug. Want ik ben er nu zelf ook nieuwsgierig naar geworden. Dus dat, ik wil het nu ook weten ook. Raoul, als ik jou mag uitnodigen. Want ik zie dat jouw PowerPoint in beeld is. Ja, ik heb altijd de chat ook tegelijkertijd in beeld. Dus ik hou een oogje op de chat, zodat ik vragen gelijk kan meenemen. Doe dat vooral. Hè. Dat is juist leuk als zo'n interactief webinar. En dan ga ik verder met het invoeren van geavanceerde orders in het Trader Workstation. Nou, Menko zei al, dit doen we ongeveer 1 keer per maand. Dus mensen die het al gezien hebben, die horen steeds min of meer hetzelfde verhaal. Maar goed, nog steeds kan het nuttig zijn om er wat vaardigheid, handigheid in te krijgen. En daarom doen we dit, herhalen we dit ongeveer 1 keer per maand. Kort lijstjes van dingen. De geavanceerde orders gaan we zo meteen doen. Kijk even snel naar de laatste stand van de modelportefeuille en vragen en suggesties. Nou, Menk heeft net laten zien van in Trader Workstation kun je een positie openen. En dat kan eigenlijk al op een paar manieren. Nou, wat ik ook al zei, het is natuurlijk leuk al die mogelijkheden. En tegelijkertijd al de mogelijkheden die er zijn kunnen soms wat verwarrend of overweldigend zijn. Als je het vergelijkt met een ander handelsplatform. Maar als je wat handigheid in krijgt dan... Ja, ga je het wel waarderen, denk ik. Als we naar een openingsorder kijken, een parent order noem ik je eventjes, waarmee je dus een positie opent, verkrijgt, een long positie als je anticipeert op een stijging van de koers, of een short positie als je anticipeert op een daling van de koers. Dat noem ik even de parent order, de order waarmee je begint. Maar ik ben ook een hele sterke voorstander van zo mechanisch mogelijk handelen. Dus wat ik eigenlijk al gelijk wil doen bij zo'n parent order wil ik zeggen, waar neem ik verlies en waar neem ik winst? Of nog een andere conditie waarom ik de positie zou willen sluiten. En dat wil ik van tevoren allemaal al vastleggen. En dat die condities en het sluiten van de positie, dat doe ik dan in een gekoppelde child order. En ik heb die ook gewoon genummerd. Je kunt er in principe oneindig veel aan toevoegen. Dus het idee is, je hebt één order die opent de positie en een van de andere orders sluit de positie wanneer de bijbehorende conditie bereikt is. Nou, het bekende is natuurlijk dat je verlies afkapt, de stoploss. Dat je op een zeker moment zegt, dit is zoveel verlies, hier moet ik de positie sluiten om verder verlies te voorkomen. Maar je kunt ook zeggen, ik wil op een bepaald niveau winst nemen. Dat je dat van tevoren bedenkt en dat je dat niet bedenkt terwijl je al in de trade zit. Dan worden je hersenen toch beïnvloed door omstandigheden. Het is beter om dat allemaal van tevoren al bedacht te hebben. En daarna van het toetsenbord af te blijven eigenlijk. Nou, dat kun je dus allemaal doen met die gekoppelde orders. Hè, gekoppelde child orders die hangen aan één parent order. Maar dan moet je dat wel goed doen, want stel... De parent order koopt 100 aandelen van iets. Dan is je positie 100. Stel de koers zakt. Child order 1 heb je gedefinieerd als de stop los. Kap het verlies af en verkoop 100. Dan is je positie 0. Dit gebeurt gewoon ook al zit je niet achter je computer. Dat is natuurlijk de kracht ervan. Maar stel dat daarna de koers stijgt. En bij child order 2 had je staan, neem winst. Dus verkoop 100. Maar ja, omdat je eerst hier langs geweest bent en dan pas daar, zou je positie hier in één keer min 100 zijn. In termen van Trader Workstation betekent het gewoon dat je 100 aandelen short zit. Ja, totaal iets anders dan wat je van tevoren bedacht had natuurlijk. En als je achter de computer zit, dan zul je dit misschien zien van, ik moet even wat doen, maar... Ja, als je hier net bij de Albert Heijn bent, dan kom je toch in deze ongewenste situatie uit. En omgekeerde kan natuurlijk ook, dat hij vanaf hier, vanaf de aankoop, gelijk naar je winst toe gaat en dan pas omlaag. Ja, dat soort scenario's wil je gewoon niet. Je wil dat er één child order afgaat, waarvan de conditie als eerste bereikt wordt. En dan moeten de overige child orders niks meer doen. Nou, daar heeft Trader Workstation een mooie voorziening voor. Dat noemen ze een One Cancels All Group.
Dus je plaatst alle child orders in dezelfde groep. En wat er dan gebeurt is, als één zo'n child order afgaat, getriggerd wordt, dan doet die zijn werk. De positie sluiten in dit geval, in ons voorbeeld. Maar vooral ook, de andere child orders worden allemaal gecanceld. Die kunnen daarna dus geen route in het eten gooien meer, zoals hier, dat je eerst hier langs gaat en dan daar. Nee, als die afgegaan is, is die order niet meer van toepassing, wordt opgeruimd. Dus de one cancels all group. En voor mij lees je ook wel eens de term one cancels other. Ja, dus de één cancelt alle anderen. Maar het effect is hetzelfde. Eén order gaat af, alle anderen doen daarna niks meer. Gaan we zo even proberen. Nou, als je tweede workstation opstart, zie je is dit windowtje. Je wil niet naar je live account gaan als je even iets wil proberen en leren. Dat doen we nou dus ook niet. Dan klik je op paper trading, dan wordt je ook roze en dan kun je hier met je paper trading account inloggen. Maar als je dat niet hebt of je wilt snel even proberen, kun je gewoon gelijk al op hier try the demo klikken. En dan kom je ook in een paper trading account. En dan heb je inderdaad geen koers, geen actuele koersdata, omdat het is eigenlijk een anoniem account, kun je zeggen. Als je een eigen paper trading account hebt, dan kun je misschien nog gebruik maken van je koersabonnementen in die paper trading omgeving. Maar goed, voor dit doel maakt het eigenlijk niet uit. Dus gewoon klik op try the demo en je kunt het gaan proberen. Nou, ik heb hem al opgestart. Demo system zie je ook staan natuurlijk. Ik heb hier een symbool, dat is een future, maar goed, het maakt niet of je nou KPN staat of een S&P 500 future of dat maakt voor dit verhaal even niet uit. We gaan een parent order maken. En dat heeft Menko net eigenlijk al laten zien. De openingsorder van je positie. En dan gaan we daarna child orders koppelen. Ik zal hier een klein beetje ruimte maken. Zo. Stel, ik wil long gaan, dus ik wil kopen. Dan koop ik van een verkoper. En wat ik eigenlijk al doe, ik klik dan op de ask price. Dit is een verkoper, die vraagt iets. Oh, moet ik wel goed klikken, ja. Buy, 1, laat gewoon even staan. D, dat de order alleen voor vandaag geldig is. Nou goed, ik zet hem vaak op GTC, Qtail cancelled, maar vaak aan het eind van de dag kijk je wel even weer opnieuw hoe het ermee staat. Standaard suggereert hij om een limiet order te doen. Nou, Menko heeft nu ook al gezegd van, pas goed op als je een market order doet. Zit je in een hele liquide markt, dan kan dat wel. Maar zit je in een markt die wat minder liquide is, dus waarbij er een grote afstand is tussen de hoogste verkoper en de laagste, of de hoogste bieder en de laagste verkoper, met een market order kun je dan wel, dan ga je die afstand overbruggen. Dat kan ongunstig zijn. Dus een limiet order is algemeen wel een goed advies. Ik kies even wat lager. Ik zie inmiddels dat dit vertraagde koersdata is. Ja, nou goed. Ik wil niet dat die gelijk afgaat, daarom zet ik hem even een stukje lager. Dit is de parent order dus. Ik koop voor die prijs. Ik heb hem nog niet verzonden, want dat zie je hier aan. Transmit staat nog in blauw, dus daar moet ik nog op klikken, maar dat doe ik nu niet. Want ik wil de hele order, parent en child orders, gezamenlijk in één keer versturen. Want stel je voor dat er net tussenin wat misgaat, of nou ja, noem maar wat. Dat wil ik niet. Ik wil het hele pakket aan orders in één keer versturen. Zou ik dit zo versturen en weglopen? Ja, dan kan het zijn dat mijn order getriggerd wordt en dat ik de positie verkrijg. En als de koers nog een stuk verder zakt, dan loopt mijn verlies enorm op. En als ik er niet bij ben, dan kan het mijn hele rekening opeten. Dus ik moet in elk geval een stoploss koppelen. En ik wil ook een winstdoel koppelen. Nou, dat kun je in één actie doen. Dan klik ik hier met de rechter muisknop, maar ik kan misschien ook wel als je het hier doet. Ja. Op die regel. In ieder geval moet je dan kiezen voor attach. Breakout orders. En een breakout. En een begrenzing aan beide kanten eigenlijk is het. En als je goed kijkt, dan zie je. Ja, je ziet twee keer sell natuurlijk. En één verkooporder is een limiet. En de andere is een stop. Dus die verkooplimiet is waar ik winst neem. Ja, goed. Laten we die eens hierop zetten. Een stuk boven de actuele koers. Of boven de aanschafkoers ook. En de stop is waar ik verlies neem.
Nou, zo. Deze twee niveaus die ik nu heb aangegeven, dat zijn eigenlijk, is eigenlijk dit niveau en dit niveau. Hier zie je nog een klokje bij staan. Omdat de futures kunnen dag en nacht verhandeld worden, kun je nog zeggen dat je ook buiten de RTH verhandeld, of buiten RTH gesloten moet worden, regular trading hours. Bij AEX-aandelen is dat niet van toepassing, maar bij zoiets als een future wel. Dus dat je ook midden in de nacht bijvoorbeeld gesloten moet kunnen worden. Moet je hier even aanvinken. Dus heb je inderdaad een winstdoel en een maximaal verliesniveau gedefinieerd. En wat maakt nu dat ze in dezelfde groep zitten? Nou, dat zie je eigenlijk al aan de kolom OSA Group. Misschien moet ik even iets breder maken. Hier zie je een heel lang getal staan. Het getal is automatisch gegenereerd door Trader Workstation. Maar wat van belang is, is om te zien dat ze dat het dezelfde getallen zijn. Ze zitten in dezelfde groep. En je kunt ook wel zien aan key. Mijn openingsorder, de parent order, heeft de key 2. En de beide sluitingsorders hebben keys 2.1 en 2.2. Daaraan zie je ook dat het één niveau dieper zit. Deze twee zijn pas van toepassing nadat die is getriggerd, is afgegaan. En dat is precies wat je wilt. Want we hebben hier een limiet, dus het kan zijn dat die limiet nooit geraakt wordt. Nou, dan gebeurt verder niks. Maar als die geraakt wordt, dan komen deze twee child orders erbij en gaan die de positie bewaken. En dat vind ik zelf een heel prettig idee. Dat je kunt gewoon weglopen, want als jouw openingsorder afgaat, dan ben je gewoon beveiligd. Robert vraagt, kun je je winstdoel en stoploss tussentijds aanpassen? Jazeker. Dus dit staat nog allemaal op transmit. Ik moet het nog versturen, maar als dat gebeurd is, kan ik alsnog deze waarden aanpassen. Maar Robin, over het algemeen moet je dat niet doen. Je moet je eigenlijk jezelf beschermen tegen tussentijds ingrijpen. Misschien zou je de stoploss willen verhogen, dat kan nog. Maar daar gaan we nu de volgende voor doen, namelijk een trailing stoploss. Dit is een vaste stoploss, dus die blijft gewoon staan. Zolang je de positie hebt, blijft die gewoon staan. Maar goed, stel dat je je positie verkrijgt, dan kun je ook zeggen, ik wil, als de koers daarna stijgt, wil ik eerst een stukje van mijn risico steeds verder verkleinen en later misschien winst veiligstellen. Dus je kunt het te aanpassen, zou ik dan ook automatisch doen, zou mijn suggestie zijn. Ga ik weer naar deze eerste regel, doe ik nog een keer attach. En nu koppel ik een trailing stop los. Die heeft als key 2.3, ook een verkoop. Hij komt automatisch in dezelfde groep. Want ik heb ook gezegd attach, dus hij zit aan dezelfde parent, zit hij. Hij zit nu met die twee anderen, zitten met z'n drie in dezelfde OSA group. Even die weer aanvinken. Alleen van toepassing voor futures die je dag en nacht gaan. Trail, nou dat wilden we ook precies. Hij trailt nou op één punt, nou dat vind ik wel heel weinig, want je moet de koers een beetje ruimte geven, laten we zeggen. 20 punten. J. of Rijn zegt, je kunt ook met presets dit vooraf instellen. Klopt, je kunt inderdaad, ik geloof zelfs per type security, dus dat je voor futures zegt, ik wil dit ingesteld hebben en voor aandelen, dat klopt. Dan hoef je inderdaad deze getallen niet allemaal ter plekke te bedenken. Dan is het waarschijnlijk gewoon click buy, dat je automatisch koopt, bijvoorbeeld 10 punten onder de huidige koers. Dat je stop los automatisch 20 punten onder de huidige koers zit. Dat soort dingen kun je inderdaad instellen. Ik dacht zelfs per security type. Dus dat zit bij configure. Nou ja, daar moet je maar eens even naar kijken. Dat maakt het nog, kun je nog sneller werken inderdaad, klopt. Ik heb dus als laatste toegevoegd die trailing stop los. 20 punten onder mijn aankoop. En als je dan naar mijn aankoopniveau kijkt, dan zou een trailing stop zou beginnen op 43,80. Net als mijn vaste stoploss. Dus dat is eigenlijk, ik kies hem even anders. Ik kies hem eventjes 25. Dat betekent dus dat mijn vaste stoploss, als ik de positie verkrijg, mijn vaste stoploss staat op 43,80 en mijn trailing staat dan op 43,75. 25 punten onder mijn aankoopniveau.
Maar pas wanneer dan de koers gaat stijgen, dan kan het zijn dat die trailing stoploss voorbij, hè, hoger komt dan mijn vaste stoploss. En als hij dus 5 punten gestegen is, dan zal de trailing stoploss op hetzelfde niveau zitten als mijn vaste stoploss. En stijgt hij nog verder, dan stijgt de koers nog verder, dan komt mijn trailing stoploss ook boven mijn vaste stoploss te liggen. En dat wil ik eigenlijk ook precies. En, ja, initieel heb ik als maximaal risico 20 punten. Ja, want 25 zou ik bijvoorbeeld te veel vinden. Initieel is mijn risico 20 punten. Als de koers dan gaat stijgen, dan duurt het 5 punten. En daarna wordt het maximale risico van 20 punten steeds verder verkleind door die trailing stoploss. En welke van de twee dus het eerst geraakt wordt, nou ja, hangt van het moment af. Maar één van de twee wordt geraakt. En dan wordt de ander gecanceld. Dus mijn maximale risico is niet 25 punten, maar 20 punten. Door deze, omdat deze als eerste zal afgaan wanneer de koers gelijk doorzakt. Nou, nu heb ik al behoorlijke beveiliging opgebouwd. Als laatste doe ik altijd nog een order om de positie voor het weekend te sluiten. Weer hier, attach. En dan koppel ik een stop. Dat lijkt raar, maar die verander ik vervolgens. Kijk, hij is erbij gekomen. Key 2.4. Verkoop natuurlijk. Ook in dezelfde groep. Dat vinkje aanzetten. En van stop maak ik nu een market order. Altijd uitkijken, wat Menk ook al zei. Van in wat voor markt ben je aan het handelen? Hè? Is een market order, is dat wel verstandig? Verlies je dan niet te veel? Dat moet je natuurlijk van tevoren bepalen. Maar de futures is wel zeer liquide. Dus dat zou ik daar wel voor vertrouwen. Ik heb een kolom start time. Deze kolommen kun je overigens allemaal configureren. Hè? Als je hier met de rechter muisknop op klikt. Ja, configure of insert of customize layout. Dan kun je al die column headers zo maken. Dat je precies die dingen ziet die je wilt zien. Ik was met deze bezig. Hè? Die 2.4 verkoop. Verkoop en market. Als ik het zo zou laten staan. Wat er dan gebeurd is. Als ik de positie verkrijg voor deze prijs, dan zal dit child order gelijk afgaan. Gelijk op market, als een market order, ben ik de positie ook gelijk weer kwijt. Nou, dat wil ik natuurlijk niet, want mijn bedoeling was om een market order te geven op vrijdagavond, als de beurs gaat sluiten. Ik klik op dat kalendertje daar, dan krijg je dit. Nou, dan kies ik aanstaande vrijdag morgen. Bijvoorbeeld, dan gaat Wall Street sluiten, heb je heel veel volume. Dan kun je, is er heel veel liquiditeit, dus dan kun je ik kan hier trouwens ook nog daar dit van maken. Nou, dan kun je je stuk goed kwijt. En is de spread, nou, die is sowieso klein bij futures, maar dan helemaal. En er is heel veel volume. Dus weliswaar is dit een market order van verkoop gelijk, maar die is pas geldig na dit. Nou, je ziet er staan, jaar, maand, dag en daarna nog tijdstip. Dus die is dan pas actief. En als we nu eens even kijken hoe dit in de grafiek eruit ziet. Even zien of ik dat iets... Hij zit net onder, nou. Dit is mijn kooporder, die ligt hier. Ja, er zit een eentje weg. De trailing stop, die zal, dat zal deze zijn. Die weegt nu mee met de huidige koers. Dit is trouwens ook, loopt ook achter. En je kunt ook hier altijd nog je orders oppakken en verslepen. Nou goed, als we het hierbij laten, is wat overzichtelijker misschien. Want nu is eigenlijk het hele pakket en orders is klaar. En als ik op deze transmit klik, dan neemt hij die ook allemaal mee. Als het goed is. En er zullen wel wat waarschuwingen komen. Nee, dat is eigenlijk gebruikelijk. Waarschuw ik altijd net met stop los, volgens mij. Van submit een stop order. En stop order geeft natuurlijk een bepaald risico.
dat je een slechte prijs krijgt. Maar goed, in mijn redenering van ja, als je ergens verlies wil nemen, dan wil je koste wat kost verlies nemen, dan wil je eruit. En als je iets heel riskants in je portefeuille hebt, zoals misschien een future, ja, dan kun je eigenlijk niet langer wachten op meer liquiditeit. Dan wil je er gewoon uit. En als je aandelen hebt, nou ja, goed, dan kun je ook aan het eind van de dag nog een keer kijken van wil ik kopen of verkopen. Maar bij hele riskante producten zou ik zeggen, ja, dan wil je er per se uit. Nou, nu is hij helemaal beveiligd. Ik heb de positie nog niet, maar mocht ik hem verkrijgen, dan neem ik op dat niveau winst, op dat niveau verlies. En ik ga met een trailing stop loss eerst mijn verlies steeds verder verkleinen, mijn maximaal mogelijke verlies. En daarna zelfs een deel van de winst veiligstellen. En je kunt het ook lezen als wanneer mijn positie op plus 25 punten staat, dan is die trail stop loss is precies op mijn aankoopniveau beland. En zou die meer dan 25 punten stijgen, dan wordt die winst echt ja, vastgeklikt als het ware. En je kunt ook denken van nou, als die zoveel gestegen is, wil ik dat en het draait helemaal om en dat raak ik allemaal weer kwijt, dan is er iets aan de hand. Dan is er een nieuwsfeit wat de beurzen dusdanig schokt dat die nog verder omlaag gaat of zo. Dus dan moet je gewoon van tevoren al beslissen. Dat wil ik niet allemaal meer teruggeven. Ook al hou je maar één punt winst over. Ja, dat is dan precies de discipline die zo'n trading stop loss je biedt. Ja, dat is ook heel moeilijk als je op plus 26 punten hebt gestaan. Om dan bij één punt winst te zeggen, ik sluit de positie. Omdat dat is mentaal heel lastig. En met zo'n trading stop loss, ja, die doet dat voor je. En op lange termijn is dat toch, naar mijn mening, de beste manier om te overleven. Nou, ik denk dat dit zo, dit onderdeel afrondt. Ik kan hem eventjes laten afgaan. Kijk, als ik nu deze verander in market en dan zeg ik update, dan verkrijg ik de positie gelijk. Laten we eens even doen. Oh, dat mag dan waarschijnlijk niet. Nou, dan doe ik even een limiet. Maar dan kijk ik even elders naar de actuele koers. Nou, een limietprijs onder de actuele marktprijs. Nee, ik moet er boven doen natuurlijk. Wat is het? 6. Ik betaal nu iets meer dan de marktprijs. Juist, verkregen. Nu heb ik een positie. Bij buy zie je nu 0 staan. Dus ik koop nu niks meer. De parent order is nu geraakt. En als het goed is zien jullie dit wel nu ook. Ja. Nee, de trade log. En nu zijn deze 4 child orders geactiveerd. En die bewaken nu de koers. En ik sta al een klein beetje winst. Volgens mij had ik hier nog een kolom kunnen toevoegen dat je hier ook ziet wat dan de actuele trail stop is. Nou, dat is even configureren van die kolommen. Als er nog vragen zijn, stel ze nu gerust. Maar dan kunnen we dit deel afronden, denk ik. De OSA Group, dus dat is de handige ding hiervoor. Gaan we verder met een korte blik op de laatste stand van de modelportefeuille. Die is gelukkig weer een beetje bijgetrokken. Nog niet op het jaargemiddelde, maar goed, we hebben nog een paar maanden. De laatste trade van september was een heel aparte. Daar gebeurde iets heel geks en daar zal ik op ingaan. Bij het webinar over de performance. Maar het was zeer opmerkelijk wat ik daar zag gebeuren. Dus kleine cliffhanger zou ik maar zeggen. Nou, Menko zei het ook. Kijk eens op tradersvergelijken.nl. Schrijf je in op de nieuwsbrief. Dan blijf je op de hoogte van alle actuele zaken. Actuele ontwikkelingen rondom de koppeling met Maxim. Die dus nu voltooid is. Eén voor één zullen we mensen daaraan gaan koppelen. En niet te snel. Want we willen het allemaal goed in de gaten houden. En
dat als er problemen zijn, dat we dat heel snel kunnen oplossen. Maar het ziet er goed uit allemaal. Het werkt. En als er nog vragen zijn... Ja, Paul vraagt ook inderdaad van... stoploss laten het meelopen in de koersstijging. Ja, dat is die trailing stoploss. Nee, ik had twee... ik kan hem even erbij halen. Hè, deze stoploss blijft gewoon staan. Die blijft op dat bedrag staan, dat getal. Maar deze, die trail, die volgt met een afstand van 25 punten. En die klikt mee omhoog. Hè, nooit mee omlaag natuurlijk. En dan ga je eerst je maximale verlies verkleinen. En als je heel veel winst maakt, zul je ook uiteindelijk een klein stukje van je winst gaan vastleggen. En dan hoef je niet zelf te beslissen tijdens de actie van hè, hoeveel van mijn winst geef ik terug. Maar dat zul je natuurlijk altijd zien. Je staat op een winst van, noem maar wat, 100. En de winst zakt weer terug naar 70, naar 60. Wanneer zeg je, oké, deze winst wil ik per se houden, nu ga ik zelf sluiten. Nou, zo'n trading stop los doet dat eigenlijk heel mechanisch voor je. Zoals je het van tevoren bedacht hebt en niet zoals je het bedenkt tijdens de sessie. Want dan, nou ja, dan je hersenen slaan toch wat op hol wanneer er geld op het spel staat. Je leest net een bericht of allemaal dingen die je mening op dat moment kunnen veranderen. En op lange termijn werkt dat averechts. En zul je waarschijnlijk minder succesvol zijn dan wanneer je dit van tevoren helemaal plant en bedenkt en ook zo invoert. Terugkijken kan zeker. Menko zit het op zijn YouTube-kanaal. Het staat ook op mijn.beleggen.com. Vlakbij de aankondiging komt ook de opname te staan. Dus dan kun je er nog een keer terugkijken. Nou, elke maand herhalen we dit. Dus misschien is het leuk om nog een keer te kijken. Of om dan mee te doen en aan andere vragen erover te stellen, wat dan opvalt. Het volgende performance webinar, waar ik ook die order waar ik net over had in zal bespreken, is donderdag 1 oktober. En misschien vinden er nog een paar trades plaats. Het is 23 september, dus dat kan nog. Dus daar wil ik jullie ook vast van harte voor uitnodigen. En dan is het 1 minuut voor 1. Ja. Nou, dat is ook denk ik wel. Dus dat vind ik leuk, die 1 oktober. Hè? Dan, dat doen we samen weer. Jij gaat het dan hebben over je greed and fear. Ik ga het dan hebben over het rendement over september van optiebeleggen LT. Dus lange termijn. Met een beleggingshorizon van 3 tot 9 maanden kom ik dan in zwang. Even nog terugkomen op wat jij zei. Een heel belangrijk iets. Het formuleren van een handelsplan. Zeker ook met opties en met futures waar wij in handelen, is dat denk ik van eminent belang, erg belangrijk. Maar ook op het moment dat je bijvoorbeeld 100 aandelen Koninklijke Olie of ING of Philips of iets dergelijks wil kopen, dat op het moment dat jij een bepaalde positie in portefeuille hebt, dan heb je daar van tevoren over nagedacht. Je hebt nieuwsberichten gezien, je hebt naar technische analyse gekeken, je hebt naar fundamentele analyse gekeken, je hebt naar winstcijfers gekeken, je hebt naar algemeen beurssentiment gekeken, of je hebt naar een aantal andere zaken gekeken, maar uiteindelijk heeft die beslissing ertoe, heb jij die beslissing genomen om bijvoorbeeld die 100 aandelen Koninklijke Olie te gaan kopen. Op het moment dat jij op de knop drukt en die 100 aandelen Koninklijke Olie die zitten bij jou in jouw portefeuille, ben jij niet meer objectief. Want jij zult dan... Ja. De nieuwsberichten die voorbij komen, zul jij ietsje positiever beoordelen dan dat ze misschien in het echt wel zijn. Andersom, de slechte nieuwsberichten, daarvan zeg je, nou, is dat nou werkelijk zo belangrijk? Dus wij zijn er eigenlijk een heel groot voorstander van. En ik geef ook met Harry Klip één keer in de zoveel tijd een webinar over ASML. Maar ook hij is er ook een heel groot voorstander van om een handelsplan te definiëren. Dat betekent eigenlijk zoveel. Op het moment dat jij 100 aandelen X in portefeuille hebt, waarom definieer je dan niet voor jezelf dat jij op niveau A eruit wil stappen met verlies en dat je op niveau B eruit wil stappen met winst. Dus dat je van tevoren jouw winsten en verliezen al definieert. Want dan kun je daar eigenlijk een trade-lock voor jezelf gaan bijhouden van hoe vaak zit ik goed, hoe vaak zit ik verkeerd. Wat zijn de afwegingen geweest? En zo kun je eigenlijk jezelf trainen om elke keer weer een klein stukje slimmer te worden. En dat is eigenlijk het grote voordeel van zo'n handelsplan.
Voor elke positie is dat aan te raden. Ja, het is, geld doet gewoon gekke dingen met het menselijk brein. Dat blijkt telkens weer. En ook verliesaversie. Dat zijn die bekende experimenten ook. Dat als je 100 euro verliest, dan vind je dat vervelend. Maar 100 euro winst compenseert dat vervelende gevoel niet. Dus doordat niet symmetrisch is, ga je eigenlijk al de mist in. Hè? Dus ja, het van tevoren definiëren is denk ik heel belangrijk, zeker. Ja, nou, en dat is wat jij automatisch doet. Hè? Dat is het leuke van het systeem. Nou, nogmaals, kijk eens op Traders Vergelijken, want daar kun je het systeem van Raoul volgen. Ik zet nu in de chat nog een keer de link dat op het moment naar Maxim toe. Wij zijn dus partner geworden van Maxim. Of Maxim is onze partner geworden. Het is maar net hoe je dat, definieert. En op het moment dat jij dit handelsplatform ook interessant vindt, dat je de mogelijkheden die dit handelsplatform biedt, zegt van, hey, dat vind ik ook interessant. Of dat je zegt, hey, ik wil een systeem van Raoul of mijn systeem gaan volgen via Traders Vergelijken. Of een van de andere systemen, hè, nogmaals, per 1 oktober gaan wij een derde systeem, of in ieder geval een derde trader toevoegen. Nou, ik mag zijn naam best al noemen. Jan-Robert Schutte komt met zijn systeem ook naar Traders Vergelijken toe. En ook Harry Klip, trouwens ook, hè, maar dan praten we iets verder in de toekomst. Ik geef hier bijna alle geheimen al prijs. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld een stukje spreiding in jouw portefeuille wil realiseren, dan zou je dus een aantal systemen kunnen volgen. En ja, hè, we zijn niet alleen een voorstander van het instellen van een handelsplan, maar ook van een stuk spreiding in de portefeuille. Dat zorgt ook voor een optimaal rendement. Hè. De Engelsen zeggen het allemaal zo prachtig. Don't put all your eggs in one basket. En dat is ook wat wij ook vaak aangeven. Ja, zet niet alles in op één aandeel of op één strategie, maar probeer een stukje spreiding te creëren. Nou, wij willen dat doen door die systemen bij Traders Vergelijken openbaar en transparant te maken. Nou, mocht je daar interesse voor hebben, ga er naartoe. Mocht je interesse hebben om bij Maxim een rekening te openen, kopieer deze link in de chat. En dan zien we vanzelf wel of je of we een stukje inspiratie hebben kunnen bieden. En dat hebben we proberen te doen door middel van dit webinar in ieder geval. Even kijken, ik zie volgens mij geen vragen meer in de chat. Nou, dan betekent dat het allemaal duidelijk is. En anders had je die vraag moeten stellen. Dat kun je ook nog doen op mijn.belegger.com. Daar zijn Raoul en ik ook actief. Je hebt ook onze e-mailadressen, hè, dan kan het ook nog. En ik had Paul beloofd, hè, die heb ik trouwens ook op de mail, bij opties beleggen. Dus daar kom ik zeker op terug. En Raoul, ik wil jou hartelijk danken voor het mee organiseren. Met name voor het moeilijke gedeelte, hè, dat het dan toch altijd beter dat jij dat uitlegt. Jouw dank. Ja, graag gedaan. Dank jullie wel allemaal voor jullie komst. En ik wil jullie niet vermoeien, maar ik ga morgen ook een webinar geven. Ook om 12 uur. En dan nodig ik jullie weer van harte uit om te kijken of we weer iets interessants op kunnen lepelen. We hopen dat je er iets aan gehad hebt. En nou ja, maak er, volgens mij zei die rijdende rechter dan, hè? Doe er je voordeel mee. En dan graag tot de volgende keer. En voor nu alvast een fijne middag nog gewenst. Bedankt en tot de volgende keer. Ja, dank Allen. Tot de volgende keer.